آخری سپیچ سے پہلے، تقریر سے پہلے ہمارے کچھ اور معزز مہمان تشریف لائے ہیں. محترم عدنان صاحب ان کا انٹروڈکشن کروائیں گے. Beste luisteraars, beste genodigden, het is een hele eer en een genoegen om u te mogen aankondigen om een heel speciale gast die hier vandaag aanwezig is. En met name staatssecretaris mevrouw Elke Sleurs. Mevrouw Sleurs is bevoegd voor armoedebestrijding, gelijke kansen, personen met een beperking, grootstedenbeleid en wetenschapsbeleid. Ik zou namens de Ahmadiyya-gemeenschap mevrouw Sleurs al willen bedanken, omdat we heel bewust zijn van uw heel drukke agenda. En dus haar toch willen bedanken om hier vandaag onze gemeenschap te komen toespreken. Dus ik zou graag mevrouw Sleurs willen uitnodigen om naar voren te komen. Goedemiddag aanwezigen, geachte aanwezigen, geachte voorzitter. Eerst en vooral wil ik zelf jullie van harte danken dat ik hier tijdens deze Yalsa Salana aanwezig mag zijn om kennis te maken met jullie gemeenschap en dat u mij ook de gelegenheid geeft om enkele gedachten en overwegingen met u te delen. Zoals we nu merken, Europa beleeft turbulente tijden. Tot voor kort was het conflict in het Midden-Oosten iets wat zich vooral op ons televisiescherm afspeelde en iets waarvan de gevolgen zich tot de beursvloer beperkten. Nu echter worden vele landen van het Europese continent fysiek geconfronteerd met dit conflict door de almaar toenemende vluchtelingenstroom. Een eeuw geleden beleefde deze regio een gelijkaardige turbulente periode tijdens de Eerste Wereldoorlog. Miljoenen waren bij het begin van de Grote Oorlog vluchteling in eigen land. 1,5 miljoen burgervluchtelingen nam uit vrees voor oorlogsterreur de wijk naar Engeland, Nederland of Frankrijk. De situatie van de vluchtelingen was toen vaak ronduit schrijnend. Geen hebben en houden, ze moesten alles achterlaten. Geen inkomen uit arbeid, sociale outcasts. Nederland bracht de vluchtelingen zelfs onder in bewaakte opvangkampen, waar ze leefden in armoedeomstandigheden, tenten of barakken. We hebben dus weinig verbeeldingskracht nodig om deze situatie te vertalen naar de situatie van de vluchtelingen die vandaag leven in conflictgebieden als Syrië, Irak, of die naar het westen zijn gevlucht en hier vandaag hun bestaan weer proberen op te bouwen. Onze grootouders waren met hun gezin voor het oorlogsgeweld op de vlucht. Net als vandaag vaders, moeders, kinderen op de vlucht zijn voor oorlogsgeweld of andere schrijnende toestanden. Uw eigen gemeenschap wordt in uw land van herkomst ook vervolgd. En daarom hebt u of uw ouders ook als politiek vluchteling uw land moeten verlaten. Het openstellen van onze grenzen voor vluchtelingen stelt onze westerse maatschappij voor ernstige uitdagingen, logistiek en financieel, maar ook en vooral sociaal. Op welke wijze vinden de mensen hun plaats in de maatschappij? En ik bedoel dat letterlijk, zowel onderdak en later huisvesting. Maar ik bedoel natuurlijk meer naar dat, in overdrachtelijke wijze, hoe gaan de mensen deel uitmaken van onze samenleving? En daarover wil ik een beetje nadenken. Het concept samenleving bevat twee elementen. Samen en leven. Eenheid en eigenheid. Integratie en behoud van culturele identiteit. Een samenleving is een weerspiegeling van verschillende stromingen die steunen op ideologische, filosofische en levensbeschouwelijke opvattingen. De diversiteit is een maatschappelijke realiteit. Maar een maatschappij kan slechts functioneren wanneer zij stoelt op voldoende, duidelijk gefundeerde gemeenschappelijke waarden. En deze gemeenschappelijke waarden vinden, misschien paradoxaal, op hun beurt een basis in verschillende levensbeschouwingen. En het is de confrontatie in dialoog en niet de botsing van verschillende levensbeschouwingen
die tot een gemeenschappelijk inzicht kunnen leiden. En het is dat gemeenschappelijk inzicht veronderstelt dat men openstaat voor andere levensbeschouwingen en er ook empathie en verdraagzaamheid voor kan opbrengen. Verdraagzaamheid getuigt van een pacifistische houding, maar is geen passieve houding. Het is een continu proces, een voortdurende onderhandeling. Verdraagzaamheid kan niet gedecreteerd worden in het parlementair halfrond of in wetteksten. Verdraagzaamheid ontstaat tussen mensen, op straat, op pleinen, in wijken, in dorpen. Ze ontstaat als mensen van verschillende culturen, afkomst en overtuigingen dezelfde kansen krijgen om solidair te zijn met elkaar, om de problemen van het leven het hoofd te bieden. Verdraagzaamheid is met andere woorden een actief pluralisme. Actief pluralisme dekt meningsverschillen niet toe, maar bevordert vanuit wederzijds respect en vanuit actieve interesse voor elkaar uitgangspunten de discussie, om zo te komen tot een duurzaam en kwaliteitsvol samenleven. Vandaag leven meer dan 700.000 moslims in België. De immigratie van moslims begon meer dan 50 jaar geleden. En ondertussen is de meerderheid van de moslims in België hier geboren. Velen behoren al tot de derde generatie. De moslimgemeenschap maakt dus onlosmakelijk deel uit van de Belgische maatschappij. De moslimcultuur werd zo een deelaspect van onze Vlaamse en Europese samenleving. Europa, België en Vlaanderen bevinden zich nu in een proces van constante herdefiniëring. Impliciet zijn wij, Vlamingen, mensen van Marokkaanse, Pakistaanse, Turkse, Syrische of andere afkomst, onze identiteit met elkaar aan het heronderhandelen. En dat zorgt wat voor onrust. We zijn ongerust over de uitkomst van dat proces en ongerust over de gevolgen voor onze identiteit. En dat geldt zowel voor de zogenaamde autochtone Vlaming, maar ook voor de Vlaming van buitenlandse afkomst. Er is de vrees dat met de toename van het aantal moslims Europa en wij zullen veranderen. Dat we onze identiteit zullen verliezen. Dat we niet meer zullen zijn wie we waren of zijn. Maar dit is ook een vrees die bij de moslims leeft. Leidt de integratie in de westerse samenleving tot de teleurgang van jullie taal, tot de achteruitgang van de religie, tot het verlies van cultuur en nationale identiteit? Maar wat is dat, identiteit? Wat is dat, Vlaming zijn? Is dat een taal? Is dat een gevoel? Een afkomst? Territorium? Godsdienst? De vraag wat identiteit nu precies is, is inderdaad bijzonder lastig. Men kan zo'n complex begrip niet simpelweg definiëren. En ik denk dat we aan de opsomming van de genoemde criteria één cruciale factor moeten toevoegen. De wil om een gemeenschap te vormen. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe essentieel dat is. De wil om samen een gemeenschap te vormen. Op dit ogenblik, hier, nu, in deze zaal, hier in Afligem, zijn wij de gemeenschap vorm aan het geven. U werkt, investeert in het land, in onze gemeenschap, in uw gemeenschap. U ondersteunt onze economie. En daardoor alleen al bent u weliswaar klein, maar een onmisbaar onderdeel van de gemeenschap die wij willen vormen. Wij vragen niet dat iemand zijn godsdienst afwerpt om Europeaan, Belg of Vlaming te worden. We kunnen enkel vragen om die godsdienst op zo'n manier te beleven dat zij past in onze publieke cultuur. Wij vragen nooit dat iemand zijn afkomst loochent om Europeaan, Belg of Vlaming te worden. We kunnen enkel vragen om samen met ons één gemeenschap te vormen. We vragen nooit dat iemand de cultuur van zijn voorouders zou verwerpen om Europeaan, Belg of Vlaming te worden. We kunnen alleen vragen om met die cultuur
onze gemeenschap te verrijken. Geachte aanwezigen, de Ahmadiyya Moslimgemeenschap in België toont dat wij samen een gemeenschap kunnen vormen, dat zich Ahmadi-moslim voelen en zich Europeaan, Belg en Vlaming voelen, niet tegengesteld moet zijn, maar elkaar perfect kunnen aanvoelen. En dat wij niet langer van allochtonen en autochtonen spreken, maar allen Vlaming, Belgen, Europeanen. Ik ben er dan ook van overtuigd dat wij als gemeenschap sterker en hechter uit dit proces zullen komen. En ik wil u dan ook uitdrukkelijk danken voor de uitnodiging en de gastvrijheid die ik hier mocht ervaren en voor de kans die u mij gegeven hebt toe te spreken op deze viering van deze Jalsa Salana. Ik dank u. Hazrat Muhammad Mustafa, Hazrat Khatam al-Anbiya, Ghulam Ahmad ki, Jamaat Ahmadiyya Belgium, Narae Takbir. Assalamu alaikum. Kuch khulasatan main inhone jo takreer ki hai wo aapko bata deta hu kuch alfazon mein. انہوں نے پہلے تو شکریہ ادا کیا کہ ان کو یہاں بلایا گیا ہے تو پہلے انہوں نے یہ کہا ہے کہ پہلے جو مسئلے مسائل تھے جو ہم نے ٹی وی پر دیکھے تھے اور جو ہم سے دور تھے وہ اب ہم اپنے ادھر ملک میں ان کو محسوس کر رہے ہیں تو جو چیز پہلے دور تھی وہ اب ادھر قریب آ گئی ہے تو پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ 100 سال پہلے ادھر بھی اسی طرح کی ایک کرائسس آیا تھا جو یہاں کی جنگ عظیم ہوئی تھی ادھر تو اس وقت یورپ میں 1.5 ملین ریفیوجیز ہیں انہوں نے یورپ میں کسی ایک ملک سے دوسرے ملک میں گئے تھے اور اپنا سب کچھ چھوڑ کے اپنے پیسے اپنی جائیداد سب کچھ چھوڑ کے یہاں سے گئے تھے تو ہماری بھی جو جماعت ہے یہ بھی اپنے جو ملک ہے چھوڑ کے ادھر آئی ہوئی ہیں تو پھر انہوں نے کچھ سوسائٹی کے بارے میں کہا ہے کہ کس طرح ہم یہاں کی سوسائٹی کو اس ملک کے اندر اچھے رنگ میں انداز میں ان کے ساتھ ہم یہاں رہ سکتے ہیں اور کچھ انہوں نے اس کے بارے میں کہا کہ برداشت ایک بہت ضروری چیز ہے جو چاہیے کہ مختلف مذاہب کے لوگ اور مختلف ملکوں کے لوگوں میں ہونی چاہیے تاکہ یہاں اکٹھے رہنا آسان ہو جائے بیلجیم میں انہوں نے کچھ کہا کہ 7 لاکھ مسلمان ہیں تو جو امیگریشن ہے جو یہاں آنا شروع ہوئے تھے وہ 50 سال پہلے تھی اور وہ مسلمان جو اب ادھر 50 سال پہلے آئے تھے اب ان کی تیسری جنریشن جو ہے وہ ادھر قائم ہے تو بیلجیم میں ان کی خواہش ہے کہ ہم لوگ صرف یہاں آ کے ریفیوجیز نہ ہوں یا اپنی صرف سوسائٹی کے لوگوں کو ادھر نہ اس میں رہیں مگر ان کی سوسائٹی کے اندر بھی رہیں اور بیلج ہوں اور یورپین ہوں مگر یہاں جب ہم آتے ہیں تو ان کو بھی اس بات کا کچھ ڈر ہے کہ جب ہم سارے مختلف لوگوں کے لوگ ادھر آتے ہیں تو اس سے ادھر کیا اس کا جو ہے اثر ہوگا تو اس چیز سے یہ ڈرتے ہیں مگر یہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس طرح ضروری نہیں ہے کہ ہو اگر ہمارے میں ایک دوسرے کے لیے برداشت ہو تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے اور اس طرح سوسائٹی کو بنانا بہت ضروری ہے اور ہماری جماعت کے بارے میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ ان سے بھی یہ خوش ہیں اور ہم بے شک چھوٹے ہیں مگر ہم یہاں کی اکانومی میں بھی حصہ لیتے ہیں تو وہ بھی ایک ان کے لیے بہت اہم ضروری چیز ہے مگر یہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہم کیونکہ یہاں آئے ہیں اپنا مذہب چھوڑیں یا اپنے جو پرانی عادتیں ہیں چھوڑیں مگر ان کے ساتھ مل کے ایک سوسائٹی بنے تو آخر میں یہ جماعت کی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کو یہاں دعوت دی اور ان کی یہی خواہش ہے بیسکلی کہ جو ہے ہم سارے مل کے نا ادھر ایک سوسائٹی میں رہیں جزاک اللہ خاتم الانبیاء غلام احمد کی خدام الکسلور
مدام الکا سلور نعرہ